Als ik hier zit met een laptop, dan betekent dat 9 van de 10 keer. Dat je einde van de week live doet. Ja, <laughs> ja nou, dat is een, een hele goeie. Want uh, toevallig zitten wij hier met een laptop die we al. Uh, een x aantal keer. Ik weet niet hoe vaak, maar al zeker een heel aantal weken. Nee, nee, ge... nee, nog helemaal niet zo heel vaak. Volgens nee. mij echt drie of vier keer. Want vorige week hadden we een andere laptop van de MSI. Ja, omdat ik deze mee naar huis had. Natuurlijk. Ah, vandaar. Wij nog helemaal boos op de stagiairs schelden. Je hebt een verkeerde laptop neergezet, maar je had hem dus gewoon mee. Ik heb hem gewoon mee naar huis gehad. En dat gaan we vandaag ook even bespreken. Want wij hebben het vandaag even over de MSI Bravo 15. Het is heel grappig, want ik zocht gewoon heel veel op Google van MSI Bravo 15. Toen zag ik dat wij vorig jaar. Van de vorige heb ik ook een review gedaan of in ieder geval even besproken natuurlijk. Ja, best wel veel uh, laptops. Ik uh, krijg uh, vaak een laptop mee naar huis. Je, je, je kent je je, bent je, je, de -guy. je. je is van de stempels, dus hè. Ik ben, uh, ben de laptop guy geworden. Uh, en ik vind het leuk, want het is altijd leuk om een beetje de verschillen te zien met andere laptops. En, en, en de, 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 de AMD-builds versus Intel-builds en dat soort dingen. En jij bent iemand die altijd on the road aan het werk is? Uh, nee. Ja, wel on the road aan het werk, maar ja. dan heb ik geen tijd meer om ook nog aan een laptop te zitten. Nee, dat bedoel ik niet, maar dat doe je ook heel vaak wel op laptops. Je brengt ook vaak systemen mee. Ja, dat zeker, dat sowieso. Um, maar vandaag hebben we het dus over de MC Bravo 15. Misschien wel handig om eerst even te vertellen wat erin zit. Hier zit in een AMD Ryzen 5800H. Yep. Uh, en uh, ook een AMD uh, videokaart de Radeon 5500M uit mijn hoofd, want die staat, dat staat hier niet bij. Um, die ondersteunt... Onder andere AMD Fidelity Effects. Um, dat heb ik getest in Dead Stranding. Ja, bedoel je niet FSR? Want Fidelity Effects zit al meer, al, al uh, best langer in volgens mij. Uh, dat is super, uh, super. Ja, dat, die wordt hier ondersteund. Inderdaad, sorry. Um, deze heeft 8 gigram 3200 uh, megahertz. Uh, ik heb hem volgens mij ook ergens gezien met 16 gig, maar ik weet niet of dat een consumentenmodel is. Um, en verder zit er volgens mij 500 gig uh, geheugen in, SSD-geheugen. En een 1080p 144 Hz scherm. Ja. Dat maakt deze laptop al automatisch, hè, als je dat totaalplaatje bekijkt... Midrange laptop. Ja, met ook een midrange prijs tegenwoordig. Ja. Uh, moeten we nog wel even gezegd worden over deze uh, CPU. Dit is dus een Ryzen 7 uh, 8500. Maar het is wel de H-versie. H is wel de mobiele versie. Ja, hetzelfde zeg. geldt voor de videocard 5500M. mij voor de 5500. M, M staat ja, volgens van mobile. mobile ja. En uh, de, wat houdt er nou in? Vaak is de performance wat minder ten opzichte van de desktop-variant. Wat niet ja. heel, heel raar is, want die kan bijna onbeperkt stroom uh, trekken. Ja. Want je hebt niet te maken met de, Accu, wat dan ook, waardoor vaak de, de performance van een GPU een klein stukje laag komt te liggen. Dat zul je ook zien bij Nvidia-kaarten. Bijvoorbeeld, de RTX 3080 in een uh, laptop is gewoon over het algemeen wat minder qua performance dan een RTX 3080 in je desktop. Is hier hetzelfde? En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, CPU's. Ja, nou hij is dus. Rond de 900 euro heb ik gezien. Ja. Uh, wij zeggen vaak 999, maar dus dat is wel een beetje. Adviesprijs. op ja. adviesprijs, hij, zit een, hij schommelt een beetje tussen de 9, misschien zelfs 890 en de 999. Um, ja, als we dan over de laptop gaan hebben, een midrange laptop, dan verwacht ik dan in eerste instantie niet. Ik, ik, ik vind het lastig, weet je. Hebt desktops, je kan zo gek maken als je wil. En als jij gewoon, uh, ik zeg maar wat, een Ryzen 9, uh, 9 5950 59 hebt en een 3080 in je PC. Een sky sky's the limit natuurlijk. Uh, ja, ook dat nog, een 3090 als je helemaal gek gaat. Bij laptops heb je automatisch al van, ja leuk, als je diezelfde getallen hebt, dan heb je het al automatisch over iets wat misschien 20% minder hard, ja. hard werkt. Um, Desalniettemin. te min, het zorgt, tenminste dat zorgt er eigenlijk ook voor dat ik vaak de verschillen tussen een mid-range laptop en een wat duurdere laptop verwaarloosbaar vindt. Oké, okay, hoe? Le, vertel. Nou, ik, 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 dat ik het idee heb dat als jij een high-range laptop hebt, dat je dan. Je, je pusht er minder uit als je dat vergelijkt. het verschil tussen een mid-range PC en een high-range PC. High-range, -per oh, per so. mid mid mid-range laptop versus high-range laptop is het verschil niet gigantisch. Uh, nee, maar. En dat terwijl het prijspunt wel min of meer vergelijkbaar is. Nou, voor vooral als je dan wat hoger gaat. Uh, de GPU zal een stuk beter zijn. Want dit is wel gewoon een goede CPU hoor, die mm. hierin zit. En uh, je wil ook eigenlijk niet tegen een desktop CPU in een, in, in, een, in een laptop. Want dat trekt gewoon te veel stroom. Uh, en dit is 1080p. Um, en voor heel eerlijk, ik zou daar niet mee, uh, meer over weg kunnen. Okay. Als creator ben jij een gamer. Ik zou echt niet hoger gaan dan 1080p op een laptop. Simpelweg. Nou ja, je heet. kan een hoger aantal FPS kan je gewoon aantikken ja. met zo'n setup. Ja. En ben je wel van ik heb een hoge resolutie nodig. Dan hang je hem toch aan de monitor. Zeker. Weet je, en dan bespaar je toch nog wel wat performance. Mm -hmm. je, kijkt, je speelt toch op een kleine scherm. Dus voor 1080p vind ik games prima daarvoor. Voor werk, productiviteit, ja, maar heb je toch wel echt minimaal 1440 of 4K nodig. Least 4K. En, en, en waarom precies? Uh, gewoon meer willen steeds. Yeah. En, en dat, ja. En dat, dat, dat zul je zelf ook wel hebben. Gewoon uh, wanneer je bijvoorbeeld of uh, in, uh, in Photoshop aan het werk bent. Waardoor je secure aan het werk kan. Je kan meerdere windows uh, tegenover elkaar zetten. Uh, timeline is bijvoorbeeld gewoon gedetailleerder en ja. groter. Dat soort dingen. Ja, precies. Nou ja, als je, als je naar deze kijkt, inderdaad, het is een 1080p scherm. Ik denk ook niet dat dit een het type laptop is wat je aan een scherm hangt. Ook als je thuis bent om te gaan gamen, dat je hem als, als, als soort van verkapte console kan gebruiken. Waarom niet? Nou, omdat het, dit scherm is prima. Het formaat is prima. Het is een ja, duizend... voor tv zit toch? Ja, hey, als maar, ik maar, deze heb. Hebben... Ik denk dus, want ik heb deze niet aan mijn tv gehangen. Hè. Simpelweg omdat ik dacht van, ja, weet je, dit scherm en de specs die erin zitten, die zijn op elkaar afgestemd. Als ik mijn 4K-tv hier aan ga hangen, dan moet hij ineens gaan opboxen tegen iets wat hij eigenlijk niet ah, wil of kan gaan draaien. Je, je kan zelf gewoon bepalen ja, wat je resolutie is. Ja, maar het ding is, als ik, als ik zo'n laptop zou hebben, uh, dit zou mijn laptop zijn die ik aan tv hang. Want weet je, ik ga niet met desktop de hele tijd over en weer slepen naar tv. Dat, zeker niet, ja. dat, 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 dat is het probleem dat ik thuis heb. Van ik speel graag op PC. En PC is absoluut mijn favoriete platform. Maar. Uh, ik speel het nog wel steeds, het liefst, en dat klinkt misschien gek, met een controlletje op de bank. Ja. En dan zou zoiets voor mij perfect zijn. Ja, zeker. Nou, Marcel, ik, ik heb hem dus met controle op de bank gehad terwijl ik dit ding op mijn schoot had. Dude, je bent zo weirdo, man. Ja, maar I don't care. <laughs> Maar mijn geen fuck uit. Nee, je moet doen waar je... Uh, maar nou, het is gewoon, uh, en, en, en daarmee draaide hij lekker. Ik bedoel, het is voor 1080p gaming. Het is wel echt, ik vind het wel echt een gaming laptop. Ja. Hij heeft ook voor... Ik vind het fijn, even iets heel anders dan. Het is een laptop met weinig opsmuk. Eigenlijk. Ja. Weet je, het, 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 is gewoon, het, het heeft godzijdank niet meer het soort van die gaming design anno 10, uh, 15 jaar geleden. Nee, en, 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 dan moeten we gewoon ons, in onze handjes verknijpen. Hè. Gelukkig zien we dat nu overal wel een beetje gaan. Het is zo, wel echt zo, een trend zo, van om, om het een beetje te downplayen. Niet ja. meer die tier, uh, gekke t Kijk, je hebt natuurlijk nog wel steeds gewoon een RGB toetsenbord. Nou, dat is dus uh, alleen rood. Alleen rood? Ja. Oké, okay, je hebt alleen een R toetsenbord. Dat vind ik, vind ik <laughs> overigens niet erg, want fuck het laat lekker zo staan. Uh, ja. Al die tiren tijds. Het, het ding is, hij is redelijk steld. Weet ja. je wel qua kleur. Het ja. is gewoon mat zwart. En, uh, en, hier en hier en daar wat kleine details. Dat Had ik wel gewild. Sorry, dat vind ik dan wel uh, jammer. Had ik wel gewild dat de RGB toetsenbord is. Want stel, je hebt hem op je desk. Ik, ik hou gewoon van thema's. Ik hou gewoon van, van bepaalde mm -hmm. kleurschakelingen. dan wil ik hem wel in mijn Ja, Zwart-rood is MSC man. Ja, ja, maar ik ben toch wel de Bravo-Reeks gebruiken ze meer groen vaak ook. Dus dat is weer wat anders. Maar. Ja, dat bedoel ik. Daar gaan we al. Nee, maar dan dat. Maar het toetsenbord: ik zie dat, dat hij ook een, een numpad eraan heeft. Ja, ja. Dat is best wel knap, want het is een relatief smalle body. Het is, het is niet een hele, hele, hele grote laptop. Nee. Uh, maar er zit wel een, gewoon een numpad op. Hoe zijn de keys? Uh, de keys zijn lekker, maar ik moet er dus aan wennen dat alles wat meer compact op elkaar gedrukt zit. Oh. Zit er flex in? Ja, nee, zit, flex, nou, dat ja, dat zit, hierboven vooral. Ja. Hier valt het nog wel mee. Hierboven. Nou, ik vind het reus van. Je zul je geen bel aanvallen ja. als, je, als je hierop gaat zitten tikken. Nee. Ik heb erop gespeeld. Dead Stranding, No Man's Sky, Eastward. Ja. Het, 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 eastward sowieso. <laughs> Absoluut geen grafisch veel eisen de titel. No Man's Sky kan het wel zijn, want die is meer CPU-heavy. Uh, Dead Stranding heb ik dan gespeeld. Uh, en op 1080p draait dat gewoon heerlijk. Hoeveel, hoeveel FPS haal uh, je? Uh, ik heb die counter niet aangezet, maar ik, zat op, ik, zat, ik, ik had V-Sync op 144. Oké, okay, maar ja, ik ja, ja, weet nog niet hoe, hoeveel fps die draait, maar ik moet wel zeggen, het is echt een van de betere, uh, zeker met, uh, met de Decima Engine games die draaien op de PC. Dat is waar. Ik moet wel zeggen, ik was echt verbaasd over, uh, ik zag van de week zag ik een comparison, want je hebt nu de Director's Cut die op uh, PC is, of uh, PlayStation 5 is uitgekomen, die draait solid 60 fps. En daar hadden ze gewoon een 2070 uh, OC naast gezet, dus uh, jouw oude, denk ik, mm -hmm. jouw oude Ja, de, ik, ik had dan de uh, Asus versie. Maar... Ja, ja, maar OC, gewoon een ja, de klok? Ja. En um, die 2070 OC legde het af qua performance tegenover de Playstation 5. Vond ik best wel, uh, ja, ik best wel opvallend. Maar Playstation 5 is toch vergelijkbaar met 2080? Mm, ja, meer 3060 zou ik zeggen als je het als je allemaal naast elkaar legt. Maar dat, dat is wel een flinke jump geweest hoor. Maar ik bedoel, nou, dat vind ik aardig wat performance en... Uh, mm -hmm. De, volgens mij draaide die op uh, Playstation straks 60 en met een 2070 OC was het heel vaak 45-50. Ja. Anyway, deze laptop. Sorry. <laughs> ja nee verder, ja, ik, ik zit gewoon te kijken van wat, 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 wat kunnen we bespreken, wat we gemist hebben. Um, ja we, we hebben hier aan deze kant hebben we twee USB'tjes. Volgens mij is het drie pen... hier is 3. 1, ja. Ja. Hier is 3.1 in Hier is 1 3.1 1 3.0. En hier nog en we USB een ton, ton bot of een USB-C en we hebben nog gewoon een HDMI ingang en een gigabit ethernet poort. Verder dus weinig, uh, sorry. Ja klopt. En een headphone ingang natuurlijk. Ja verder, en dat is wat ik de hele tijd zeg, gewoon voor dit geld, ga er maar vanuit dat je voor een gaming laptop gewoon aardig wat geld betaalt. Dus 900 euro is geen raar bedrag. Nee helemaal niet. Um, en voor 1080p ik, ik... heb je meer dan genoeg performance om te gaan gamen. En dat is het dus. Weet je, heel leuk dat we, we hebben 1440p En wat mij betreft is 1440p nog best wel de sweet spot qua gaming. Maar ik begin Eens... langzaam richting 4K heel veel dingen wel te spelen. Omdat je toch een 3080p. Tuurlijk, omdat zet. je het wil. Maar ik bedoel, 1440p blijft voor mij altijd de, de, de sweet spot qua uh, resolutie. Uh -huh. en, en FPS. En ik zie steeds vaker weer laptops met gewoon een, een scherm een lekker snel scherm, hoge verversingssnelheid die gewoon zeggen van oké, okay, 1080p scherm, de, de de specs zijn erop afgesteld en de specs kunnen dat die 1080p games makkelijk draaien. Ja. En dat maakt het ook gewoon dat je voor een nee, nee ik ga geen ik ga niet budget, ik blijf gewoon mid-range uh, laptop zeggen voor een mid-range laptop gewoon iets hebben wat wel gewoon lekker lang nog mee kan gaan op 1080p. Ja, ik zou het ook midrange mid noemen niet budget. Ik, inderdaad. Ik denk voor budget laptops zit je 700. Budget laptops, überhaupt, die kan je voor 300 400 krijgen, maar daar kan je helemaal niet op gamen. We hebben het echt over gaming laptops. Mm -hmm. Dan zit je wel op 600. 700. En ja, ik vind dat deze uh, goede balans uh, slaat. Eén ding wat ik mis. <laughs> gek genoeg of grappig genoeg. Ik ben wel van de dedicated aan- en uitknop. En niet dat het op je toetsenbord zit. Oh, hij zit hier rechtsboven. Ja, aan- en uitknop. Ja, ik, ik, ik weet niet of het echt heel makkelijk is om te laten zien. Ja, hij zit hier rechtsbovenin. Hij zit op je toetsenbord. Een beetje zoals de Mac eigenlijk. En als ik eigenlijk... één keer uitschiet met mijn dikke vingers. als ik bezig ben met een numpad, om wat voor reden nou, dan ook. Ik wou het zeggen, de numpad. Uh, er zit dus een numpad op. En uh, die is smaller. Want het, 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 nogmaals, het zijn de, kleine nummerknoppen. Ja, de, 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 de body is redelijk smal. Als ik hier per ongeluk één keertje raak, gaat die dan uit? Nee, gaat niet uit. Nee, zie? Dat gelukkig niet. Je kan, je kan hem je kan er op blijven rammen en dan gaat ja. het niet uit. Nee, nee, dat valt mij. Dat ge gelukkig niet. Nou, ik, ik, maar ik ben toch wel liever van de dedicated aan- en uitknop buiten je, je toetsenbord. Oh, mij maakt niet zoveel uit. Uh, verder, nou ja, wat ik zeg, verder is... is de een... trackpad? Uh, ja, prima. Uh, uh, trouwens, prima. Ik zeg wel prima. Hij heeft geen uh, dedicated links- en rechterknop. Nee, maakt, maakt niet uit. uit nee, maar, maar... Tegenwoordig bijna niemand meer, toch? Dat zou niet erg zijn als ik niet het Klinkt gevoel lekker? heb... Nou... Hij klikt dus niet lekker. Oh. Hmm. Hij klikt heel erg in het hoekie. Ja. Hij klikt, zeg maar, Als je een linkermuisknop knikt, gaat hij helemaal links naar beneden. Ja, en en rechts is helemaal rechts naar beneden. Ja, en in, en in het midden is hij niet, niet, niet te drukken. Dus dan ben je gewoon aan het tikken op, het, op, het, uh, op de trackpad. Dus trackpad is een minpuntje voor mij. Ja, hij voelt hem inderdaad een beetje uh, sompig. Ja, alsof ja. je links en rechts in de hoek wel kan indrukken. En verder kan je het sowieso nergens anders indrukken. En verder ben je dus gewoon alleen maar aan het tappen op je, op je trackpad. En dat, uh, ja, dat werkt. Maar dat wat ik zei, dat is niet uh, vind ik niet heel fijn. Um, maar wat overblijft is in ieder geval een super degelijke laptop. Voor 1080p zitten de specs ook goed, uh, zijn er goed op afgesteld en het werkt als een trein. Uh, ik heb gespeeld op de laptop, ik heb niet aan mijn scherm aangesloten en het speelt heerlijk. Weet je, Dead Stranding heb ik aangesloten en, of gespeeld en dat vond ik. Ik heb meteen weer zin om de game te spelen. Want ik heb hem destijds want... niet uitgespeeld. Dus ik wil hem op mijn pc. Op mijn 4K tv. Wil ik hem gewoon even goed kunnen beleven. Met de muziek en alles erop en eraan. Um, no Man's Sky heb ik gespeeld. Draait ook meer dan prima. Gewoon op 1080p. Ik denk niet dat er een game is waar je op 1080p heel veel moeite mee zou krijgen. Uh, de meeste dingen zou je gewoon op hoog kunnen spelen. En dat en, is en, niks aan Nee, en, en, en wat ik ook niet onbelangrijk vind om te vermelden. Dus ik zeg het er maar heel even bij. Is gewoon ik, hoe die eruit ziet. Je kan je prima mee naar school. Ja, je... het, is gewoon, het is gewoon clean. Wat ik zei, geen, geen rare tijdjes. Ja, natuurlijk, je hebt enigszins dat soort van, je ziet wat van de nah, lijntjes vind vind ik heel vrij, vrij incognito logo zit erop. Nee, ik... uh, je ziet wel snel je vette vingers erop, dat moet ik wel zeggen. Ja, maar ik, ik zou dit zowel voor school als, als business, vind ik het prima. Dikte? Valt mee, toch? Ja, prima. Weet je, als je wil gamen, uh, ja, er zijn hele dunne opties, mm -hmm. maar het is gewoon niet optimaal. Laatste ding. Want ik voel nu ineens de wind uh, aan mijn hand komen. Koeling. Ja. Uh, Exhaust zit aan de achterkant, zie ik. Uh, ja, ook en aan de zijkant. Um, hij maakt net als 90% van alle laptops under load, aardig wat herrie. Ja. Maar dat is geen game, game. En hij wordt eigen. vooral in de bovenste regionen bij je functieknop is aardig warm. Geen verrassing. Is het kut? Het is altijd kut. Ja. Nee, dat, dat is dus, gewoon zo. Maar dan ja. ontkom je niet aan wanneer je uh, dikke fucking performance in, in een kleine body wil stoppen. Wat laptops zijn. Waar ook nog een flinke accu bij moet. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan krijg je daarmee te maken. Dat, dat is gewoon zo. Ja. Al met al. Het heeft hier en daar wat kleine minpuntjes. Ik ben geen fan van de trackpad. Ik weet niet of, te, of je het een minpunt vindt dat je vette vingers snel op te zien zijn. Maar ik zie ze hier ook al aardig snel. Uh, dat is helemaal met Jellekunst een ding. Als hij weer chipshand aan het uh, aan is. Die man heeft respect voor niet... Um, maar verder, voor zeker voor 1080p en het prijssegment waar die in zit, is het gewoon een prima laptop. Um, daarmee ga ik niet zeggen: ren naar de winkel en haal hem meteen. Dat, dat, dat bepaal je wel zelf. Um, maar het is, een, het is gewoon een cool apparaatje. Oké, okay. nou, thanks voor the ja, de review dan. Ja, volgende keer weer.